Welkom bij de nieuwste Releases. Deze serie is heel simpel. We gaan namelijk kijken naar de spellen die als laatste zijn toegevoegd in onze webshop. Dus dat zijn over het algemeen spellen die nog niet uit zijn, die nog uit moeten komen, maar die net aangekondigd zijn bij onze leveranciers, zodat jij als eerste weet welke spellen er allemaal aangekomen. Dus mocht je iets interessants zien, ga je zeker nog even inlezen. Ga vooral ook even kijken op onze website. Je kunt hem bijvoorbeeld op je verlanglijstje zetten dat spel en dan krijg je automatisch een berichtje op het moment dat het spel in de aanbieding is, maar ook op het moment dat het spel voor het eerst op voorraad is. Dus als de spellen interessant zijn en ga dan zeker even naar kijken op onze website, want dan heb je sowieso de eerste update op het moment dat het spel daadwerkelijk binnenkomt. Maar goed, laten we eens gaan kijken wat de afgelopen week er allemaal gereleased is. En dit overzicht wat je hier ziet staan, dat kun je ook op onze website vinden en ook hieronder in de beschrijving van de video. Dan kun je doorklikken en daarin gaan we elke week bijhouden welke producten en nieuws zijn toegevoegd... Per week gecategoriseerd. Nou, dus dit zijn de spellen die de afgelopen week zijn toegevoegd aan onze website. Laten we gelijk hier eens beginnen met Foundations of Metropolis. Dat is een spel, wat ga je doen? Ik weet hier ook nog heel weinig van. Je gaat strijden in drie rondes om de grootste architect van de stad te worden. door acties van lege kavels te kopen en daarop nieuwe gebouwen te plaatsen. Dus is een spel waarbij je blijkbaar van die, uh, ja, die Tetris-tegels gaat plaatsen op je eigen speelgebied en daarmee een stad gaat vormen. Het is de opvolger van Foundations of Rome, als ik het goed heb. Dat zou ik er gelijk even bij pakken. Hoe dat ook weer zat. Uh, nou ja. Porning staat hij ook. Krijgt tot nu toe een 7,5. Maar goed, er zijn nog niet heel veel beoordelingen uitgekomen. Het is inderdaad de opvolger van Foundations of Rome. Dat is een heel goed beoordeeld spel, wat ook prachtig uitzat. Twee jaar geleden is dat uitgekomen. En die maker ken ik volgens mij ook. Heeft hij ook niet meegewerkt aan de, ja, de Century-trilogie. Dus als je bijvoorbeeld de spijserijenroute kent van de Century-trilogie. Als je dat een leuk spel vindt, dan heeft deze maker dat spel ook gemaakt. Dus Foundations of Metropolis. Gloedje nieuw en gaat binnenkort uitkomen. Waar ik ook heel veel zin in heb is Wandering Galaxy. Dat is namelijk een crossroad game. En een crossroad game dat staat voor spellen die in een bepaalde serie zijn uitgekomen. En toegegeven, de overlapping in die serie is niet altijd helemaal duidelijk. Maar bijvoorbeeld Dead of Winter was uit mijn hoofd de eerste crossroad game. En er komen nu ook wat meer verhalende spellen uit in die wereld. Een nieuwe ervan, die heeft ook laatst een Kickstarter gehad, is Wandering Galaxy. Een verkende ruimte als nooit tevoren in Wandering Galaxy. De nieuwste toevoeging aan de Platehead Crossroads Game Universe. Nou, kijken of hier op of Geek al wat over te vinden is. Of dat dit nog allemaal heel pril is. En ja, nog weinig beoordelingen. Gaat, als het goed is, later dit jaar uitkomen. Nou, je ziet ook dat hij op dit moment een Kickstarter heeft lopen. Daarop heeft hij een kleine 2 ton opgehaald. Dus dat is heel erg netjes. En hier kun je ook wat meer informatie vinden over het spel als je wil. Uh, de ruimte is in ieder geval een rotzooitje. En uh, waarschijnlijk is het jouw schuld. Staat er ook nog. Oh, klinkt al goed. Uh, het is een uh, narrative sci-fi game. En waarbij je met een aantal people, uh, personen, bedoel ik, uh, gaat proberen om rijk en beroemd te worden in de ruimte. Nou ja, wij krijgen dus gewoon de retail versie. En hier zie je ook nog wat spellen die uitgekomen zijn in de Crossroads Universe. Namelijk Forgotten Waters, dikke aanrader. En Freelancers, dus die is vorig jaar uitgekomen. En krijgt ook hele goede beoordelingen. Dus Wandering Galaxy is een, uh, een nieuw spel in dat universum. Nou, er komt een nieuwe Exit Kids aan. En eh, dat is ook leuk, er komt een nieuw groot spel van Michael Kieseling, die je kunt kennen van Azul. En Kieseling en Kramer, dat is ook een heel bekend bordspelduo, dat heel veel spellen gemaakt heeft. Bijvoorbeeld De Betoverde Torens, dat was recentelijk een enorme hit. Eh, maar goed, Michael Kieseling alleen dus heeft een nieuw spel gemaakt, namelijk Intarsia. Die gaat dus uitkomen bij Nine and Nine Games. En zoals je al een klein beetje aan dit materiaal ziet, is dit ook een tegellegspel. Uh, het is een bouw- en planningsspel voor mensen die het leuk vinden om in een ronde veel te doen. en het belangrijk vinden dat een spel er mooi uitziet. Nou, uh, voor beide ben ik uh, wel te porren, moet ik zeggen. Dus ik ben benieuwd oh, uh, of er al wat bekend is over dit spel. In Tarsia moet ik het wel goed doen. Maar hij komt ook natuurlijk in het buitenland uit. En ik zie dat hij al uh, zo'n 41 beoordelingen heeft en daarbij een 7,8 krijgt. Wat heel erg netjes is. Uh, je ziet hier wat meer van het spelmateriaal. Het ziet er inderdaad prachtig uit, net wat, wat donkerdere kleuren dan bij een Azul bijvoorbeeld, maar dat is helemaal niet erg. En uh, Kiesling kun je bijvoorbeeld kennen dus van Azul, wat ik al zei. Uh, hij heeft ook Tikal gemaakt, uh, Heaven and Ale, Vikings. Dus als je fan bent van uh, Michael Kiesling, dan komt er dus een nieuw spel in het Nederlands, namelijk Intarsia. Uh, er komt ook een micro macro bonusbox uit. Uh, dat is Micro macro dat, 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 ja, dat, dat puzzelspel, zou ik het noemen, waar je op een kaart gaat zoeken en moorden gaat proberen op te lossen. En deze bonusbox die heeft casussen voor alle vier de delen die tot nu toe uit zijn gekomen. En ik zag laatst een update dat White Company Games deze versie in september verwacht uit te brengen dus als je hem, uh, graag alle spellen hebt en je wil nog wat meer casus hebben in de wereld van micro macro, dan krijg je als het goed is in september dus wat meer mogelijkheden. En wat Goblin Games geeft überhaupt veel dingen uit, bijvoorbeeld King of Tokyo Duel, uh, duel versie dus van het bekende King of Tokyo gaat in het Nederlands uitkomen bij White Goblin Games. Zij hebben recentelijk uh, de rechten van King of Tokyo overgenomen. Dus alle King of Tokyo-spellen in de toekomst gaan ook bij White komende games uitkomen. En hier is het aangegeven: terwijl Tokyo in slaap, uh, in slaap valt, stijgen twee enorme silhouetten op uit de rook die uit de verwoeste wolkenkrabbers omhoog kronkelt. En kan maar één van jullie tot King of Tokyo worden gekroond. Nou, King of Tokyo is al jaren super populair en deze versie, het lijkt een wat kleiner doosje, ziet er ook prachtig uit. Dus als je dat spel leuk vindt, dan weet dan dat er een Nederlandse versie aankomt van King of Tokyo voor twee spelers. En wat ook nieuw is, is Sidequest. Dat is een escape room-achtig spel. En het leuke bij Sidequest is dat ze door gaan duiken in de werelden van bekende bordspellen. Dus Nemesis is bijvoorbeeld al voorbij gekomen, maar nu komt ook de Isle of Cats voorbij. Dus een escape room spel in de wereld van de Isle of Cats. Nou, je kunt hier een klein beetje zien wat erin zit. Dus je hebt van die Tetris stukken waar Isle of Cats ook bekend om staat. En het laatste wat je herinnert, dit staat erbij aangegeven, is dat je op een tropisch eiland was van hoper probeerde om al die schattige, ondeugdelijke en eerlijk gezegd moeilijke katten bij elkaar te krijgen. En nu word je wakker en ontdek je dat je opgesloten zit in een kooi in het ruim van een schip, bijna zeker van Fash Sloot. Vash uh, is de bad guy in het universum van, uh, van Isle of Cats. Een goed sidequest dus. Uh, sidequest Nemesis kwam eerder uit. Krijgt leuke beoordelingen, 7,1. En dat zijn dus gewoon, ja, wat het ook zegt eigenlijk. Een sidequest in de wereld van een bepaald spel. En nu komt dus ook uh, de Isle of Cats, krijgt een nieuwe versie ervan. Uh, Minos Dawn of the Bronze Age gaat ook uitkomen en in dit spel, dit is een expertspel van Board and Dice Games. Die zijn goed bezig dit jaar. Ze hebben Windmill Valley heel recentelijk uitgebracht en er komen ook nog wat andere spellen uit. En Minos is daar één van. En dit speelt zich uit, uh, af in het oude rijk Kreta, te midden van de zonovergoten kusten en labyrinthische gangen van Knossos. Uh, moet het lot van een Minionische beschaving nog bepaald worden... als lid van een van de vier vooraanstaande clans, roep je de uh, bestemming... om je te strijden voor de prestigieuze titel van Minos, de ultieme leider van het volk. Nou ja, een klein beetje flavortekst wat niet heel veel uitmaakt... want het is gewoon een abstract expertspel. Ik weet hier nog niet heel veel van, dus uh, ik ga me hier de komende tijd nog over inlezen. Maar ik ben benieuwd of er op uh, Borkenwijk al wat verdere informatie over is... Ja, nog niet heel veel. Het is gemaakt door uh, Stan Kordonski en dat is wel een bekende naam. Want die heeft bijvoorbeeld Endless Winter gemaakt. Uh, Dice Hospital uh, is ook van hem en Lock Up a Roleplayer Till. Dus goed spellen, dus ik ben heel benieuwd wat zijn nieuwste titel gaat doen, namelijk Minos Dawn of the Bronze Age. Dan, misschien wel de grootste release van de afgelopen week, is Everdell Duo. De Engelse versie kun je dus al op je verlanglijstje plaatsen. En ik verwacht dat hij ook in het Nederlands is uitgekomen, maar dat weet ik nog niet zeker. Dit is dus een tweespelerspel in de wereld van Everdell. En het unieke is, is dat het maar 15 tot 30 minuten duurt. Dus het is een supersnel spel in de wereld van Everdell. En er is ook nog niet extreem veel over bekend, omdat het dus nog gloedje nieuw is. Het is van dezelfde makers. Je ziet op deze foto net wat meer informatie. Dus als ik even inzoom, dan zie je dat je hier. Uh, ja, een speelbord in het midden hebt liggen en zoals ik het goed zie ga je aan beide kanten ga je bouwen aan, uh, aan je eigen stad, verwacht ik. Het speelt dus in 30 minuten en de duurversie die gaat 35 euro kosten. Uh, maar goed, wat is er nog meer? Uh, Civilution, nieuwe Stefan Veld, is ook toegevoegd de afgelopen week. Stefan Veld kun je bijvoorbeeld kennen van de Castle of Burgundy en heeft ook de steden serie gemaakt, zoals bijvoorbeeld Marrakesh. Een nieuw expertspel van hem is dus Civilization, En hierin ga je eigenlijk testen om je eigen beschaving zo goed mogelijk op te bouwen. Het thema mag wederom vergeten worden, omdat ja, er niet extreem veel thema in zit. Het is gewoon een expertspel, wat waarschijnlijk Stefan Veldkenner de heerlijk speelt. Maar niet heel erg zwaar leunt op het thema. Het krijgt tot nu toe een 7,8 van 60 beoordelingen. Heel erg netjes. Ik weet dat ze vorig jaar op spiel hier aan het testen waren met dit spel. En nu gaat hij dus daadwerkelijk echt uitkomen. Je ziet hier, uh, nou ja, ik weet niet of het een prototype is of een volwaardige versie. Maar hier zie je in ieder geval hoe het spel eruit komt te zien. En met een gezamenlijk speelbord waar je met z'n allen aan bouwt. En hierin kun je, als ik het zo goed zie, uh, je actie steeds sterker laten worden. Nou goed, nieuwe Stefan Dus Civilization. Kijk er even naar als je fan bent van hem. Hotel gaat niet op ons binnenkomen, maar de laatste, grootste en belangrijkste is Dragon Eclipse. Althans, voor mij een van de belangrijkste. Het is namelijk een nieuw spel van Awaken Realms. Awaken Realms kun je kennen van hele grote spellen als Nemesis, ik noemde hem eerder al even. Uh, Tainted Grill is ook van hen uitgekomen. Uh, Edenfield bijvoorbeeld. Het zijn altijd episch grote, vaak verhalende spellen die er prachtig uitzien en hoge beoordelingen krijgen. En ik denk dat dat bij Dragon Eclipse niet echt anders gaat zijn. Even kijken of er al wat beoordelingen binnen zijn van het spel. Want deze is dus echt gloedje nieuw. echt ja, krijgt tot nu toe een 8,3. Nog niet heel veel beoordelingen, maar goed, 8,3 is al heel erg netjes. Je ziet hier op een foto uh, wat meer over het speelmateriaal. Uh, het is volgens mij echt een boss battler als ik het zo zie. Dat je dus echt op een, uh, uh, ja, op een speelveld tegen gaat, op gaat nemen. Tegen een of andere bad guy. Want ik weet even niet of het coöperatief is of dat je tegen elkaar strijdt. Uh, het is een coöperatief spel inderdaad. Uh, het is een deckbilder, builder of poolbilder. één van die in ieder geval. Uh, er zit wederom een campagne in. En deze kant volgens mij wat minder spelers. Namelijk één tot twee spelers. Nou goed, Wij krijgen dus uh, het basisspel, de stand versie, maar we krijgen ook de stretch goals en nog een uitbreiding daarvan. Je ziet hier een heel klein beetje wat voor elementen erin zitten. Hier dus ook het speelbord waar ik net over had. En je betreedt in dit spel een magische wereld uh, van my uh, mystische beesten en oude draken in Dragon Eclipse. Het is het spannende nieuwe bordspel voor 1 tot 2 spelers. Ontdek de geheimen van de zonsverduistering die alles veranderde, en verken de gevaarlijke en verraderlijke wereld die op je wacht. Nou goed, deze spellen zijn dus de afgelopen week nieuw toegevoegd aan onze webshop. Volgende week zijn we er weer met de nieuwste spellen die dan zijn toegevoegd aan onze webshop. En dat was hem dus weer voor deze week. Bedankt voor het kijken van deze video. En heel graag snel tot de volgende! Vond je dit nou een leuke video? Word dan lid van de DSG Club via Petje Af. Ja, dan support je ons niet alleen, maar je krijgt zelf ook een heleboel voordelen. Zoals extra korting, nieuwe aanbiedingen, de Telegram groep die geen moment stilstaat... Kerstkaartjes, clubdagen, het is eigenlijk te veel om op te noemen. Zeker, zie je daar.